Wie ben je en wat doe je? Ik ben Willem Bouter. Ik ben hoogleraar bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben onderzoeker en docent. Ik heb een onderzoeksgroep die heet Computational Geoecology. En de naam zegt het al. Ja, voor sommige mensen wel. Geoecology, dat betekent dat we ons op de grens van aarde en ecologie, dus de dode aarde en de levende aarde, zeg ik wel eens, begeven. En de computational betekent dat we eigenlijk een niche hebben opgezocht waarbij we met heel veel data werken of met computermodellen die heel veel rekenkracht nodig hebben. Dus dat is eigenlijk onze onderzoeksniche waarin we ons begeven. Ja, en dat computational wat ervoor is gekomen, hoe, sinds wanneer zit dat ervoor? Hoe lang bestaat zeg maar op deze manier? Vanaf het begin dat ik deze leerstoel heb, en dat is inmiddels bijna 10 jaar. En daarvoor deed ik iets heel anders. Ik ben mijn wetenschappelijke carrière begonnen als bodemchemicus. En toen ben ik later gepromoveerd op het grensvlak van de hydrologie en de meteorologie, dus water en atmosfeer. En sinds 10 jaar heb ik dus deze leerstoelgroep en ben ik weer een eindje opgeschoven in de wetenschap. Ja, waarom ben je deze kant op geschoven? Omdat ik op dat moment was er een nieuw instituut, dat Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica. En dat is een multidisciplinair instituut, maar ja, de wetenschap die zit nogal monodisciplinair in elkaar. En ik vond het leuk om daarbinnen te proberen om vanuit de verschillende disciplines gemeenschappelijk iets te doen. En die kans heb ik daar gekregen. Ja. Kun je eens een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld van wat dat dan inhoudt, dat onderzoek dat je doet? Ja, wij doen heel veel onderzoek aan het gedrag van vogels. En het gedrag van vogels wordt voor een groot gedeelte bepaald door de omgeving. En die omgeving, dat kan het weer zijn bij vogels. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar trek, dan op wat voor manier is het weer van invloed op de efficiëntie van de trek. Maar ook in het bijvoorbeeld als ze alleen maar een vlucht gaan maken om eten te zoeken, dan is de investering die ze moeten doen, als ze tegenwind hebben, die is groter dan wanneer ze meer meewind hebben. Als je fietst, dan weet je het. Ja. En we kijken eigenlijk ook niet alleen naar het weer hoor. We kijken ook naar allerlei andere omstandigheden. Landschapskenmerken, landschapseigenschappen die bepalen waar ze naartoe gaan. Ook waar vogels voorkomen en waar geen vogels voorkomen. Dus steeds die interactie tussen de abiotiek en de biotiek. Dus dood en leven. Ja. En de mens natuurlijk ook. Mens speelt er een grote rol. Invloed van de mens daarop. Ja. Je zei het, wat we doen is we werken met grote datasets, grote hoeveelheden informatie en die analyseren. Waar komt die informatie vandaan? Dat kan heel verschillend zijn. Eigenlijk is het zo dat er dit tijdperk, daar zijn ongelooflijk veel data zijn er beschikbaar. Dat kan zijn omdat er nieuwe meetmethoden ontwikkeld zijn, of wij zelf ook meetmethoden ontwikkelen die heel veel data genereren. Dus dan maak je zelf je data. Het kan ook zijn door de uitwisseling van data dat combinaties gemaakt kunnen worden van datasets. En waar wij ook altijd mee te maken hebben, juist door die interactie van organismen en hun omgeving, is dat we ook die informatie over die omgeving nodig hebben. Dat geeft weer extra data. Dus als we, ik zei, invloed van het landschap, dat kunnen satellietbeelden zijn of op andere manier remote sensing beelden. We gebruiken radars om allerlei waarnemingen te doen. Dus ja, en dat genereert ontzettend veel data. Ja, en wat heb je hier meegenomen? Wat ligt hier voor je? Ja, dit is onze trots, zou je kunnen zeggen. Dit is een GPS-je. Misschien even omhoog, dan kan Peter waarschijnlijk dat beeld even. Als mensen het kunnen zien, als ze het niet kunnen zien, het is klein. Ja, ja, het is, we maken het zo klein mogelijk, dus hopelijk dat je het niet kan zien. Maar dit is een GPS-je dat we als een soort rugzakje op een vogel binden. Dus dat komt letterlijk tussen zijn vleugels. En dan gaat dat met een touwtje onderlangs en dan wordt dat aan de achterkant weer vastgebonden. Dus zo komt het als een rugzakje op zijn vogel zitten. En dit apparaatje, op dit moment, dit is de kleinste die we hebben, die weegt 6 gram. Daar zit een energiecentrale zit daarin. Daar zitten zonnecellen op en die leveren eigenlijk de energie. Er zit een acculader zit erin. Er zit een accu'tje in die alle energie opslaat. Die nodig is om te kunnen meten.
De meting die we hiermee doen is een GPS. Dus hij communiceert met de satellieten om te bepalen waar op aarde die zit en ook op wat voor hoogte die zich bevindt. We kunnen ook snelheid ermee meten, net zo eigenlijk als je TomTom. Er zit verder een bewegingssensor in en daarmee kunnen we meten. Dat gaat 20 keer per seconde, meten we de beweging in 3 verschillende richtingen. En daaruit kunnen we eigenlijk de trillingen van het lichaam van een vogel registreren. En dan kunnen we zien of hij stil zit op zijn eieren. Of dat hij staat, want dan heeft hij een iets andere hoek. Ja. Of hij vliegt. En als hij vliegt, of hij dan klapwiekt of dat hij zweeft. We kunnen zien of hij in de grond zit te pikken. We kunnen zien of hij op de golven zit te dobberen. Dus het zijn allemaal gedragingen die we daarmee kunnen meten. Ja. En dat zit er allemaal in. En er zit er ook nog een radio zend- en ontvangststation in. Want we kunnen de gegevens die dus hier worden opgenomen, die kunnen we downloaden. En wat eigenlijk nog leuker is dat we... ik kan vanaf mijn computer... kan ik de meetinstellingen in het apparaatje, dus de meetintervallen en zo, die kan ik veranderen terwijl die vogel ergens rondvliegt. Okay. Dus het gaat allemaal draadloos door de ruimte, nieuwe communicatiemiddelen. En hoeveel vogels zijn uitgerust met een rugzak? We hebben heel veel projecten. We zijn hier in 2008 mee gestart. En eigenlijk gewoon voor ons eigen onderzoek. En toen bleek het zo mooi uit te pakken en zo uniek te zijn in de wereld, dat we door allerlei andere onderzoeksgroepen in de wereld zijn benaderd van kunnen we met jullie samenwerken, want we willen deze meting ook wel. En inmiddels hebben we, ik geloof 38 of zo, projecten van de Poolcirkel tot Zuid-Afrika. Eigenlijk die strook waar vogels in voorkomen die voor ons relevant zijn. Want dat zijn natuurlijk ook de trekroutes waar wij naar kijken. Was dit de allereerste variant die jullie hadden? Nee. Ongeveer deze is de eerste variant geweest in 2008. Die woog toen 14 gram. En dit is de wet van Moore. Dus dat je na 4-5 jaar dat het 2 keer zo licht is geworden. Die is nu 6 gram. En dit is er eentje die hebben we speciaal voor bijvoorbeeld gieren gemaakt. Want die hadden we eerst zo eentje op gedaan. En er zijn 2 problemen. Ten eerste deden er ongeveer 1/2 uur over om hem op te eten. Dus dat was niet zo duurzaam. En ten tweede, als je te kleine van deze loggetjes op een vogel doet, dan verdwijnt het in het verenpak. En dan gaan die veren eroverheen en dan heb je geen zonneinstraling meer op de zonnepanelen. En dan heb je geen energie meer en dan houdt die op. Dan is je dood. Ja. Dus dat werkt niet. Dus daarom hebben we deze zo gemaakt dat hij er een beetje hoger bovenuit komt en dat hij dus wel de zon kan opvangen. Ja. Een klassieker is een filmpje wat met jullie data is gemaakt en gebruikt is in Nederland van Boven. Ja. Van de VPRO. Van de WO. Ja, je zei van het is een wat al wat ouder filmpje, maar ik vind nog wel steeds dat hij prachtig laat zien wat hiermee mogelijk is. Peter, misschien kan jij die instarten. Voor mij is het een bijzonder filmpje, want ik kom vaak op Texel en ik woon in Amsterdam. En deze mail die doet een dagje Nederland. Ja. Hey, in de volksmond heet hij wel de Febo-mail. Want bij Nederland van Boven. Hij vliegt dus, hij begint 's morgens vroeg, begint hij op Texel. En iets wat je niet aan de data zoals ze nu te zien zijn kan zien, maar dat zien we dus wel aan die bewegingsopnemer, is dat hij 's morgens heel hard moet werken. Bijna totdat je om 7 uur in Amsterdam aankomt, moet hij alleen door klapwieken kan hij vooruitkomen. En dan op een gegeven moment dan is het aardoppervlak zo ver opgewarmd dat hij van de thermiek gebruik kan maken. En dan begint hij te zweven. Dat kunnen we allemaal zien. Dus in dit traject begint hij te zweven. Totdat hij boven zee terechtkomt. En dan is er geen thermiek meer. En dan moet hij weer klapwieken. Maar hij blijft daar niet klapwieken. Want hij gaat dan op een gegeven moment gaat hij ook op zee zitten. Dan zie je dat hij aan het dobberen is. En op een gegeven moment heeft hij wat gegeten. En dan gaat hij weer terug via... Dat is ook heel bekend hè, van de duinerij. Als je op het strand bent, dan zie je vaak die meeuwen over de duinen gebruik maken van de opstuwing van de wind. En dan zweeft hij via de duinen zweeft hij weer terug naar Texel. Ja, en je zei, hij heet de Febo-meeuw, want die tussenstop maakt hij in Amsterdam. Omdat hij, bij Nederland van Boven hebben ze daarvan gemaakt dat hij een frietje pikt in een van de grachten van Amsterdam. En dat weten we natuurlijk niet. We weten wel dat er daar een cafetaria in de buurt is. Maar wat hij daar precies gezocht heeft, en dat weten we niet. Nee. Hey, je zegt, dit is van 2008, zei je, meen ik. Hè? Zijn, ja, zijn we dit zijn aan nu doen? 5 jaar bezig. Wat heeft dit jullie geleerd in die periode?
Het meest overkoepelende wat het ons heeft geleerd is denk ik dat we ons niet hebben gerealiseerd dat het individuele gedrag wat we ook van mensen kennen, dat dat eigenlijk ook voor dieren geldt. Dus dat we hadden een beetje het idee van als je naar een soort kijkt, dat binnen die soort dat de individuen zich ongeveer op dezelfde manier zouden gedragen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Het blijkt echt te zijn dat net zoals dat ik, als ik elke dag met de trein naar Amsterdam ga en elke dag in dezelfde coupé ga zitten, en ik toch wel problemen heb als toevallig iemand anders op mijn plek zit. datzelfde heb je met meeuwen ook. We hadden meeuwen die, of een van onze meeuwen, die gaat heel vaak ging die naar de waterzuivering. En op Google Earth kan je allemaal prachtig zien waar die allemaal, net zoals net bij dat filmpje, kan je precies zien waar die allemaal geweest is. En als je dan inzoomt, dan kan je ook alle details zien. En dan zoom je in en dan zie je dat die meeuw altijd naar bak 2 van 5 bakken op een rijtje gaat. Dus ja, dan ga je daarheen om te kijken van Wat is er nou speciaal aan die bak 2, dat meeuwen daar nou speciaal naartoe gaan. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Want al die bakken, die zaten helemaal vol met meeuwen. Alleen ons individu, wat wij gezenderd hadden, die ging altijd naar die ene bak. Maar die bakken, die waren allemaal net zo lekker. Alleen daar ging je niet heen. Ja, ja. En zo zie je dus heel vaak dat ze waarschijnlijk met een bepaalde willekeur bepaald gedrag gaan vertonen. En dat dat dan lonend is. En dat ze dan het comfortabelst is. En het meest inspanning vraagt. Het meest energie vraagt. Om gewoon datzelfde trucje elke keer weer opnieuw te blijven uitvoeren. Ja. En, dat zie je niet alleen bij de meeuw. Maar dat zie je eigenlijk bij alle vogels zie je dat weer terug. Ja, en zijn er ook, jullie hebben dit gemaakt voor de vogels. En daar komt dus veel bij kijken wat anders is dan als je er beesten in het bos mee uitrust. Ja. Ik neem aan dat ook gebeurt, dat die dingen? Nee, niet zo erg. We hebben wel nu een eerste project met schapen in Schotland. Een klein eilandje waar een natuurlijke populatie schapen voorkomt. En dat zijn dan 2 verschillende ondersoorten. Waarvan het ene mannetje veel sterker is dan het andere mannetje. En dan denk je van ja, hoe kan het dan zijn dat het andere mannetje ook kan blijven voor het bestaan, die andere ondersoort. Maar dat andere mannetje is slimmer in plaats van sterker. Dus daar kijken we naar hoe die eigenschappen van die populatie zo zijn dat ze allebei kunnen voor het bestaan. Ja. Maar ja, we zijn eigenlijk altijd met vogelonderzoek bezig, of de laatste 10 jaar met vogelonderzoek bezig geweest. En daar hebben ze ook echt voor ontwikkeld. Want ik bedoel, de politie heeft ons gevraagd van kunnen we deze ook gebruiken voor in fietsen en dat soort dingen. Oma's die gevolgd moeten worden, katten in de tuin. We krijgen allerlei vragen. Ja. Maar ze zijn wel echt zo gemaakt dat ze zo licht mogelijk zijn. En echt, ja, echt heel specifiek voor vogels. En ja, als ik iets zou moeten ontwikkelen voor oma's of voor auto's, dan zou ik iets heel anders maken. Zou iets anders maken. Zijn ander rugzakje, rugzakje maken. Hey, het ook veel goedkoper zijn. Ja, want wat er hier wel essentieel aan is dat je dus die vogel nooit meer kan terug. Als je eenmaal een vogel hebt gevangen, dan zijn de meeste vogels zo dat ze weten dat ze dat niet nog een keer willen meemaken. Oh, ja? En dat je ze dus vaak niet nog een tweede keer kan vangen. Ja. Oké. Okay. Bijzonder. Ja. Dus het is één keer, je hebt één kans en met die specifieke vogel. Dus dat wat jullie van de vogel weten, weet je uit je data. Maar het is niet dat je hem weer... Nee, we zien hem wel terug. Maar hij laat zich dan vaak niet vangen. Het komt wel voor. We hebben een wespendief. Wespendief is een roofvogel. Die eigenlijk voornamelijk wespennesten uitgraaft. En de larven aan zijn jongen geeft. Een vrij grote roofvogel. En die had in 2009 had hij zo eentje opgekregen. En die hebben we afgelopen zomer hebben die weer, wouden we zijn mannetje vangen. En toen vingen we het vrouwtje. En dus die hebben we toen na 4 jaar, en die logger die deed het nog steeds. Dus die hebben we eraf gehaald en een nieuw type erop gedaan. Want de nieuwe types zijn natuurlijk beter dan de oude types. Ja. En als je dan toch in handen hebt, dan doe je dat meteen. Dan doe je dat meteen. Ja. Waarom is het belangrijk om dit soort dingen te onderzoeken? Waarom is wetenschap belangrijk? Ik denk dat ik al heel gauw geneigd ben om in de richting van de toepassingen te praten. We doen... Kijk, eigenlijk al het onderzoek wat we doen, doen we samen met partners. Dus we hebben ook heel vaak dat een partner bepaalde onderzoeksvragen heeft en dat we in dat kader dan meewerken. Want wij doen ook geen veldwerk.
Wij vangen zelf geen vogels, dat doen onze partners. En wij zorgen meer voor de technische kant. En we doen onderzoek bijvoorbeeld naar aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. We maken computermodellen. Dus weer die computational kant komt ook weer terug. Computermodellen om te voorspellen op basis van de weersvoorspelling een paar dagen vooruit. Voorspellen wij dan wat de vogeltrek zal zijn een paar dagen vooruit. En de luchtmacht die gebruikt dat dan weer om eventuele oefeningen die ze gepland hebben, om die al van tevoren af te kunnen blazen. Vroeger was het zo dat ze bijvoorbeeld aanstaande donderdag een oefening plande. En dan merkten ze op donderdagavond dat er te veel vogels waren en moesten het cancelen. Want dat is gewoon te gevaarlijk. Als er een miljoen vogels overkomen, dan wil je daar liever niet met je stralende jager tussendoor vliegen. Nee. En, maar als zo'n oefening, als die s'avonds werd afgeblazen, waren er wel ongeveer 200 mensen overdag bezig geweest om dat allemaal voor te bereiden. Dus dat betekent dat je een jaar salaris eigenlijk die dag hebt besteed om die piloot s'avonds te laten vliegen. En dat je op dat moment beslist van jammer, het gaat niet door. En iedereen die oppas had geregeld, dat moest gecanceld worden. En nu is het zo dat we 2-3 dagen van tevoren al weten van ik zou maar geen oefening plannen. Want er komen heel veel vogels aan. Het is zelfs zo dat we dus nu een soort officiële vogelwaarschuwing hebben. En als we hebben codes groen, oranje, rood. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Nee, nee. En als wij rood voorspellen, dan wordt er gewoon niet gevlogen. Dan wordt het gecanceld. Oké. En hoe... En trouwens, als het rood voorspeld wordt, dan gaan de vogelaars juist het veld in, want die weten dan dat er veel te zien is. Okay, ja. Dus het wordt niet alleen door de luchtmacht wordt onze voorspelling gebruikt, maar het wordt ook door heel veel vogelaars gebruikt, die de trektellers, die dan juist gaan kijken. Ja, want er is ook een site of een plek waarin jullie die waarschuwing... Iedereen kan dat gewoon zien. Ja, en er komt, jullie werken aan een app waar ook de vogelaars plezier van gaan beleven. Ja, niet alleen vogelaars, dat is Breda. We hebben vorige week, alweer bijna 2 weken geleden, hebben we de Academische Jaarprijs gewonnen. Een Academische Jaarprijs is een prijs om je onderzoek met het publiek te delen. En eigenlijk ook een beetje om het publiek voor je onderzoek te interesseren en op een of andere manier mee te laten werken in je onderzoek. Wat wij nou hebben gedaan is, we hebben nog geen app ontwikkeld, we zijn ermee bezig. Ja. En we gaan ook dat geld wat we hebben... We hebben een ton gekregen, dus dat gaan we daar ook voor gebruiken. Een app maken waarmee je in het veld... Dus we hebben net die route gezien van die meeuw. Ja. Die zie je dan als puntjes zie je die op je app. En dan kan je daar ter plekke... Je kan bijvoorbeeld gaan kijken waar is hij nou eigenlijk in Hoorn geweest. Of waar is hij in Amsterdam geweest. En dan kan je door je app, dat is een Leia-app... Dan kan je door de camera van je telefoon kan je de punten zien... En dat betekent dus dat je ze, als je de camera op die vuilnisbak richt en heeft op die vuilnisbak gezeten, dat je dat puntje werkelijk op die vuilnisbak ziet. En zo kan je dus heel makkelijk kan je vereenzelvigen met die vogel, kan je begrijpen wat hij heeft gedaan. En dan hebben we punten, gewoon ter informatie dat als jij het leuk vindt om tijdens je wandeling daarnaar te kijken, dan kan je zien wat die vogel heeft gedaan. Maar we hebben ook punten, die bijvoorbeeld de rode punten. Waar wij onderzoeksvragen bij hebben. Dus waar wij eigenlijk geïnteresseerd zijn van... we zouden wat meer willen weten over de context, de omgeving... van wat die vogel daar heeft meegemaakt. En dan vragen we jou, als jij nou die app hebt... van als je er dan toch bent, maak dan een paar foto's of een filmpje... of kan je deze vragen beantwoorden? Kan je zien of er een boer net geploegd heeft of zoiets dergelijks? En die informatie die geef jij dan weer met die app terug aan ons. En die komt dan in onze database terecht. En daar hebben wij dan weer wat aan in ons onderzoek. Ja, mooi. Ja, jullie zien bijvoorbeeld een terugkerend patroon. En jullie willen weten waar het mee samen kan hangen. Bijvoorbeeld een andere meeuw van onze Belgische partners. Die had een rugzakje opgekregen in Oostende. En die ging elke keer ging die op en neer naar een plek aan de Franse grens. Nou ja, dan wil je weten wat gebeurt er daarna. Dat was in bewoond gebied. Dus dan kan je met Google en met Street View kan je eigenlijk al een heleboel zien. Dus dan zoek je dat punt op in Street View en dan kijk je van wat is er daar nou eigenlijk aan de hand. Wat bleek nou, daar was de krokiefabriek. Dus ja, dan snap je al van nou, krokiefabriek, afval, er zal wel daar iets te halen zijn voor die meeuw. Dat het de moeite waard is om elke keer weer op en neer te vliegen. Want dat is toch, ik weet niet, het was 60 of 80 kilometer of zo.
Maar goed, dat werd dus net als met onze febo-meeuw, werd daar in België werd daar veel over gesproken. En meeuwen die worden nogal eens ervaren als een probleem. Ze maken veel lawaai en als ze op je dak broeden, dan kan je daar last van hebben. Of ze schijten je auto onder, ja. Of ze eten de frietjes of de ijsjes van je kinderen op. Mensen zijn niet zo gecharmeerd van meeuwen vaak. En dat verhaal van die krokiefabriek, dat kwam in de kranten en dat werd heel erg breed uitgemeten. En Kroki was daar niet zo blij mee, dus die heeft toen alle bakken met afval hebben ze afgedekt. Oh, ja. En toen zagen we dus dat onze meeuwen dat daar niet meer naartoe gingen. Ja, ja, ja. Ja. Tot het moment dat allemaal dat stof een beetje was neergedaald en er blijkbaar weer wat politieke dingen waren die in de krant terechtkwamen in plaats van de meeuwen. En toen dacht de krokiefabriek van, nou ja, nou kunnen we wel weer die bakken gewoon openlaten, want dat is toch veel makkelijker. En prompt gaan dan weer die meeuwen daar. Ja. Dus dat zie je allemaal gebeuren. Alleen, ja, je moet, als je niet weet dat er daar die bakken zijn, dat ze open zijn geweest, dat ze gesloten en weer open, dan is het heel lastig om dat soort informatie te interpreteren. Ja, dus jullie kunnen dankzij je app straks een groter publiek bij onderzoek betrekken. Ja, en krijgen wij dus heel veel informatie over die omgeving die we nu nog missen. Ja, hey, computational is het eerste woord. Als je aan je vraagt van wat kunnen jullie nu met die computers, wat je in het verleden niet kon, wat brengt het jullie? Nou, ik denk, met computers kan al heel lang heel erg veel. En eigenlijk kunnen computers veel meer dan dat we er ooit mee doen. Dus ik denk eigenlijk niet dat de vraag is van wat kunnen computers tegenwoordig, maar eigenlijk wat kunnen we in ons vakgebied, op wat voor manier benutten we tegenwoordig computers die we vroeger niet deden. En dat is eigenlijk ook een van de dingen waar wij als groep aan werken. Computational geoecology. Binnen de ecologie is het gebruik van computers en techniek is nou niet echt iets waar je enorm voor wordt opgeleid in je opleiding. Dus dat betekent dat wat een natuurkundige met computers doet, dat het iets heel anders is dan wat een ecoloog met computers doet. En we proberen eigenlijk die techniek, dus door dit soort dingen, maar ook door de hele infrastructuur daarachter, proberen we die techniek te integreren en daarmee een nieuwere of een andere benadering van de ecologie te doen. En dat noemen we een beetje met een knipoog naar de e-science, noemen we dat e-ecology, enhanced ecology. Ja. En is dat dus eigenlijk gewoon een andere manier van met de ecologie bezig te zijn. De vragen, dat zijn de ecologische vragen waar we aan werken. Alleen, wij zijn, met mijn groep, zijn we nou niet echt de mensen die heel erg veel in het veld zijn. Ik zeg helemaal niet dat dat niet belangrijk is. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar we proberen daar vanuit ons eigen aanpak daar iets aan toe te voegen. En dat is dus ook eigenlijk de reden waarom we altijd heel intensief samenwerken met mensen die dan wel in het veld bezig zijn. Maar omdat jullie dit voorbeeld bijvoorbeeld, jullie doen ongetwijfeld allerlei andere dingen, maar is een heel aansprekend voorbeeld, is een heel zichtbaar voorbeeld. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dit ontzettend helpt bij het duidelijk maken van de mogelijkheden met wat jullie doen. Ja, dus bijvoorbeeld deze kleine, die is op een Eleanor's Falcon, een kleine valksoort is die hier gegaan. Die leeft op Alegranza, het noordelijkste eilandje van de Canarische eilanden. En die gaat dan in de winter gaat die naar Madagaskar. En dan hebben we elke 45 seconden hebben we een meting, precies waar die zich bevindt. En ook elke 45 seconden hebben we dan een treintje van 20 metingen per seconde. Ongeveer een minuut, of 1 seconde van 20 meter per seconde van het gedrag. Dus we weten op elk punt precies wat hij doet. Ja. Als je kijkt hoeveel gegevens daaruit komen, dat past niet meer zo makkelijk in een spreadsheet of zo. Dus daar heb je andere, en dan heb je nog maar 1 vogel. En als je daar dus een heleboel van hebt, dan heb je wel andere gereedschappen nodig om je gegevens te lijf te gaan. Ja. En ik neem aan dat je dan, wat natuurlijk heel, waar we eerst vroeger met 1 computer werkten en die maakt je groter, is nu zeg maar het netwerk van computers dat werk voor je verricht? Ja, voor dit soort data heb je dat niet echt nodig. Dat past nog wel in 1 computer. Maar we werken bijvoorbeeld ook met radars.
De radar, op een gegeven moment kwamen de mensen van het KNMI naar ons toe. Die radars van het KNMI die worden gebruikt om bijvoorbeeld windmetingen te doen. Dan krijg je dat, dat de radar reflecteert tegen kleine stofdeeltjes en die met de wind worden meegevoerd. En zo doe je eigenlijk een windmeting. En, maar het weerkaatst ook tegen vogels die zich niks van de wind aantrekken, maar dwars daar tegenin. En dat gaf allemaal problemen bij de interpretatie van hun metingen. Dus ze vroegen aan ons van, kunnen jullie ons helpen om die vogels op een of andere manier eruit te filteren? Daar hebben we last van. Toen dachten wij, nou, als jullie er last van hebben, betekent dat informatie voor ons is. Ja. Dus dat willen we wel graag doen. Ja. En toen hebben we samen een algoritme ontwikkeld om de radardata vanuit hun perspectief schoner te maken en vanuit ons perspectief daar vogelinformatie uit te halen. Dus we kunnen nu op de radar van het KNMI zien welke kant vogels uitvliegen en hoe snel ze vliegen. En ook op verschillende lagen, dus hoe hoog ze vliegen. En daarmee zijn hun data dus veel schoner. En toen we dat publiceerden, toen kwamen natuurlijk allerlei andere meteorologische instituten ook naar ons toe. Van, wij zouden dat ook wel willen gebruiken. Ja. En toen zeiden we, nou, dat vinden we wel prettig. Want dan hebben we ook van jullie radar, hebben we dan volgegevens. Dus we zijn nou bezig met een groot gezelschap. Om een heel netwerk over Europa van bestaande radars. Dus we hoeven niks nieuw te maken. Mm-hmm. Het enige wat we hoeven te doen is andere algoritmes te implementeren. En daarmee eigenlijk de vogelinformatie af te tappen. Ja. En die hoeveelheden data met zo'n radar, dat is wel gigantisch. Ja. Dat gaat om een megabyte per seconde of zoiets dergelijks, per radar. Dus dat is een enorme stroom gegevens die je ook allereerst op de plek zelf moet verwerken. Want anders loopt het allemaal dicht natuurlijk. Ja. Je zei eerder, toen ik vroeg van het gevoel van computers. Je zei, het probleem is niet zozeer wat die computers eigenlijk kunnen. Die kunnen eigenlijk al best heel veel. Maar wat we er zelf mee doen, eruit halen, et cetera. Wat zijn daar de... hoe komt het dat we er nog niet genoeg uithalen? Zijn we niet deskundig genoeg? Zien we de belangen nog niet voldoende? Ja, ik denk dat het... we zijn allemaal mensen. En er is een beperkte hoeveelheid die je in je hoofd kan hebben. En als je bent opgeleid als ecoloog, en dan kan je niet zomaar de helft van de studie schrappen om daar iets anders voor in de plaats te doen. Dat betekent dus dat er ergens een beperking is in wat je allemaal van tevoren aan bagage meekrijgt. En dat betekent dus, in ieder geval in de huidige opleiding, dat er betrekkelijk weinig skills op het computergebied zijn. En dan moet je dan wel vervolgens mee verder. Maar als je daar weer te veel tijd voor in zou ruimen, dan zou je aan de onderkant missen. Dus wat er eigenlijk belangrijk bij dit soort dingen is dat je interdisciplinaire teams hebt waarmee je kan werken. Maar dat klinkt eenvoudig. Ja, hè? Dan eenvoudig laat je de ene dit doen en de andere laat je dat doen. Maar om het werkelijk te laten functioneren is nog niet zo eenvoudig. Want een universiteit, daar een onderzoekswereld, daar word je betaald om te scoren of wordt afgerekend op hoe je scoort. Dus dat betekent dat het sowieso al een klein beetje een individuele aangelegenheid is. Dat het niet een hele open gemeenschap is. En dan komt er nog eens bij dat als je met twee mensen samenwerkt, dat die, het zijn natuurlijk sowieso mensen, maar dat ze ook op hetzelfde moment eraan moeten kunnen werken. Dus het moet synchroon lopen in de tijd. Nou, dat is al lastig. Ja. En dat heb je met twee. Maar om tegenwoordig met drukke mensen een afspraak te maken waar je met z'n vijven tegelijk bent, dat valt al niet mee. Dus dat betekent dat dat soort dingen enorme rem kunnen zijn op de voortgang van het onderzoek. Als je die mensen met een multidisciplinaire groep zou opsluiten en zou zeggen van, nou, jullie mogen er allemaal fulltime aan werken, dan zou het denk ik nog wel een aardig eind komen. En ik denk dat dat ook wel gebeurt soms bij commerciële ontwikkelingen. Mm-hmm. Maar dat binnen de wetenschap, dat er eigenlijk op dit moment te weinig geld is om mensen zo intensief met iets bezig te zijn. Zo gefocust met elkaar. En iets wel een AJO. Een promovendus die vier jaar ergens aan werkt, maar die is dan vier jaar daarmee bezig. En hoe kom ik aan het geld voor een promovendus? Door een promovendus project te schrijven. En dat wordt het ene jaar wel, het andere jaar niet toegekend. Dus dat betekent dat die AIO op een willekeurig moment start. En dan is het maar zeer de vraag of er parallel een ander is die daar ook aan kan werken. Ja, dus als je zegt, die ecologen die zijn in hun opleiding zit
niet, maar kan het misschien ook niet zitten. Die deskundigheid die met die hiermee te maken heeft. Een beetje zou je waarschijnlijk wel willen. Want je nou, wil, chargeer je natuurlijk een ja, want je wil natuurlijk wel begrip voor tuurlijk. voor je moet elkaar taal leren spreken. Maar je zegt niet, daar moet eigenlijk veel meer gebeuren in zo'n studie. Nou ja, dat is dus de vraag. Ik kan niet ja en ik kan niet nee zeggen. Ik denk dat het mooiste zou zijn als je van alles wat zou hebben. Dat er een diversiteit ook in de opleiding is. Maar op dit moment is het wel zo dat de opleidingen wel behoorlijk hetzelfde zijn. Ja. Als je in Amsterdam studeert of je gaat ergens anders biologie studeren, dan zijn die opleidingen zijn natuurlijk wel wat verschillend, maar in grote lijnen wel hetzelfde. Ja. Wat kunnen wij nog meer met die grote datasets, met die verzamelingen? Of wat kunnen jullie nog meer wat je nu nog niet mee kan? Wat zie jij in de nabije toekomst voor je? Nabij? Nou ja, ik vind altijd als je over 10 jaar gaat zitten, dat is zover in deze wereld. Vind ik altijd zover ja? in deze wereld. Okay. Ja? Nou, deze ontwikkeling heeft al 5 jaar geduurd. Ja. Dan beginnen we met 10. Als dat, Nou, ik denk dat er op sensorgebied wel heel veel gaat gebeuren. En ik zou het ook anders kunnen zeggen. 30 jaar geleden begon ik in de wetenschap en toen was ik op het gebied van ben ik afgestudeerd op remote sensing, zou je kunnen zeggen. Toen dacht ik ook van, nou, binnen 10 jaar gaan we daar wel hele grote veranderingen mee maken. Nou, ja. Het tempo is soms wel een beetje anders dan dat je voorziet. En als ik nu zeg, binnen 10 jaar kunnen we grote stappen maken met sensoren. Het is natuurlijk veel makkelijker om 10 jaar terug te kijken. Wat ik hier in mijn handen heb, dat kan alleen maar ontstaan zijn. Dat konden we maken door de ontwikkeling van de smartphones, de mobiele telefoons. Nou, 10 jaar geleden, misschien moet ik iets langer, 15 jaar geleden, had ik niet kunnen bedenken dat die mobiele telefoons zo'n enorme vlucht zouden nemen. En dat daar zo verschrikkelijk veel push zou zijn in de elektronica-sfeer, dat dit nou allemaal mogelijk zou zijn. Dus het is heel erg moeilijk om... Kijk, voor ons vakgebied zal er niet zo heel erg veel specifiek ontwikkeld worden. Maar door te volgen wat er in de rest van de wereld gebeurt, kan je misschien wel een heleboel binnen je eigen ding gaan benutten. Binnen je eigen vakgebied gaan benutten. Ja, ik zeg altijd, ik neem altijd eventjes in dit geval 17 jaar terug. Want toen is mijn dochter geboren. Toen had ik nog geen mobiele telefoon. En ik liep al met de semafoon rond. Omdat ik opgepiept moest kunnen worden als de bevalling zou beginnen. Ja, dus als je natuurlijk ziet inderdaad wat op dat gebied, wat een vlucht dat allemaal... Alles wat hierin zit, dat komt uit de mobiele telefoon. Ja, ja. En zo zullen er vast heel veel andere dingen zijn. Ik denk, er wordt ongelooflijk veel... Ik wil wel een beetje verder fantaseren. Er zal een enorme ontwikkeling zijn in de techniek om het menselijk lichaam te blijven volgen. En in het kader van gezondheid. Dat staat er allemaal aan te komen. Dat we het monitoren van alles wat met je lichaam te maken heeft. En ik denk dat alles wat daarvoor ontwikkeld wordt, uiteindelijk ook weer voor ons ecologisch onderzoek beschikbaar zal worden. Ja. Elk sensortje of elk hartslag, dat kunnen we hier al inbouwen. En zo zijn er allerlei dingen die hierin... Dus ook, en je zou zelfs... Er zijn allerlei single chip metingen van chemisch mogelijk. Ja, dus ook omgeving kan je op een gegeven moment gaan... Dus er zijn heel erg veel mogelijkheden, denk ik, als je verder fantaseert over een sensor op een vogel en wat voor informatie die zou kunnen verzamelen. Niet alleen van de vogel zelf, maar zelfs eventueel van de omgeving. Ja, ja, net, want zoals je zegt, kijk, deze vlucht kwam doordat de mobiele telefoon niet zo hard ging. Daar op een gegeven moment dus ook een commerciële kracht een grote rol ging spelen. Ja. Ik denk dat in de gezondheidszorg dat ook een belangrijke driver zal zijn. Ja. Dus dat zijn meer de fysiologische metingen die daarmee ook mogelijk worden, denk ik. Ja. En jullie kijken eigenlijk, want ze worden niet specifiek voor wat jullie doen ontwikkeld, maar hoe kunnen wij dit zo goed mogelijk toepassen in ons eigen vakgebied? Ja. Wanneer kijk jij tevreden terug op een mooie carrière? Wanneer ben jij tevreden met wat je hebt gedaan? Als ik de Nobelprijs heb gewonnen. Ja, okay. Dat vind ik een goede ambitie. Maar dat gaat niet gebeuren. Of tenminste, die kans die lijkt me niet zo groot. Ik denk wat leuk is... En waar je een goed gevoel aan overhoudt is, dit neemt al een enorme vlucht.
En als je ziet dat er niet alleen dat het veel gebruikt wordt, maar als je ook ziet dat er veel onderzoeksresultaten komen met iets waar je de basis voor hebt gelegd, dan is dat natuurlijk heel erg leuk. Misschien dat we zelf op een gegeven moment ook wel ergens... het is nu, op dit moment is het wel behoorlijk de technische kant van het onderzoek. Je moet dan, als er totaal nieuw type data komen, dan zit er achteraan aan het vergaren van de data een fase van dat je methodes ontwikkelt om met die data om te gaan en daar eigenlijk nieuwe informatie uit te halen die je vroeger niet kon. En eigenlijk dan pas komt de fase dat het zich ook gaat uitbetalen in nieuwe kennis over het systeem wat je aan het bestuderen bent. Dus ja. Maar ik verwacht wel binnen die 10 jaar daar aan toe te komen. En ik denk wel dat het is wel mijn ambitie in ieder geval dat we een aantal dingen en dan wat belangrijker en wat hoogdravender, of hoe moet je dat zeggen, dan wat ik net zei van het individueel gedrag. Maar dat er een aantal vragen zijn waar we eigenlijk altijd al mee hebben gezeten, die we dan beter gaan begrijpen. Ja. Meer data is aan de ene kant prachtig, want er is meer te onderzoeken, er is meer aan elkaar te knopen, et cetera. Maar meer data is ook, zorgt ook voor nieuwe uitdagingen, zeg maar. Wat zijn jullie grootste sommigen uitdagingen? Sommigen noemen het problemen, ja, sommigen noemen het uitdagingen. Ja. Nou ja, dit zit inderdaad, daar hebben we het nou nog niet over gehad. Bij de techniek hebben we het alleen over de meetkant gehad. Maar er zit een enorme infrastructuur achter die we samen met het Nederlands eSign Center en Surfsara ontwikkelen. Ik zei net al, van als ik hier nou een laptopje pak, dan kan ik hier vandaan communiceren naar Zuid-Afrika. En dan kan een vogel die daar rondvliegt, kan ik voorzien van nieuwe instellingen. Dat is toch iets waar ik een tijdje geleden niet van had durven dromen. En daar gebruiken we allemaal eigenlijk bestaande techniek voor. Maar het moet wel allemaal op de juiste manier geïmplementeerd worden. Dus dat betekent dat je dat ik hier zit te typen, dat mijn laptopje wireless met ergens hier in verbinding staat, dat het dan via het wereldwijd internet ergens daar komt. Dan als dat basisstation in the middle of nowhere staat, zonder dat daar een mobiel internet is, dan moet ik dat nog eventjes via de satelliet doen. Ja. En dan kom ik bij het basisstation wat ergens in het veld staat, waarschijnlijk met een zonnepaneel gevoed, want er is geen stroom. En dan kan ik de computer daar overnemen. Dan kan ik daar de instellingen voorzien. En die staat dan te wachten tot de vogel langskomt en die computer instellingen overneemt. En dat is maar een klein facet van dat hele virtuele lab. We hebben aan de ene kant dus het vergaren van de metingen. We hebben het rondpompen van alle data. Het automatisch verwerken in de database, zodat alles op een nette manier wordt opgeslagen, allemaal gecontroleerd. Dan vervolgens voor data-exploratie, dus eigenlijk gewoon het kijken, het makkelijk in je opnemen. Een mens kan toch altijd nog veel meer gewoon zien dan elk computerprogramma. Dus wij doen heel veel aan visualisatie van grote hoeveelheden gegevens, alleen maar om inspiratie op te doen en de goede vragen te kunnen verzinnen. En eigenlijk voorwerk te doen voordat de volgende fase begint. En dat is dan de statistische verwerking. Maar voordat je aan je statistische verwerking begint, wil je al een heleboel gewoon gezien hebben. Mm-hmm. En die hele infrastructuur, ja, dat moet, dat hebben we allemaal ontwikkeld samen. Dus met de partners die ik net noemde. En die is nou ook beschikbaar voor die, dat zei ik net, 38 projectpartners waarmee we die projecten uitvoeren. Dus zij hoeven dat niet allemaal meer te ontwikkelen. Maar ze kunnen het gewoon gebruiken. Ja. Maar wat zijn dan de uitdagingen deze hoeveelheden data, et cetera, veroorzaken? In dit, als ik dat virtueel lab noem, dan is de uitdaging eigenlijk om het zo te maken dat het altijd werkt en dat het nooit stuk gaat. En dat het ook voor iedereen werkt. En onze gebruikers, dat zijn soms mensen die echt vooral in het veld willen zijn. En dan als het dan moet ook de computer gebruiken, maar eigenlijk dat liever niet zou willen doen. Mm-hmm. En daarvoor moet je de instrumenten maken zodat ze toch met hun gegevens aan de gang kunnen. En aan de andere kant van het spectrum hebben we de mensen die net geen computernerd zijn, maar heel veel skills hebben en die eigenlijk ook datzelfde systeem willen gebruiken.
En, dus jullie moeten ook heel erg veel bezig zijn met user interfaces. Ja, ja, we moeten heel erg goed nadenken van wat mensen willen. Want we moeten altijd voor zijn eigenlijk. Ja. En wat hun vaardigheden zijn, zodat we daar alles op kunnen aansluiten. Ja, en dan voor verschillende doelgroepen is dat dus een klus. Is dat wel een klus, ja. Maar aan de andere kant ook wel iets wat ik in ieder geval leuk vind. Ja. Om erover na te denken.